Vandaag in Alles wat groeit en woedt blikken we terug op 2016, 8 november. Toen brandde die kerkspits af. We waren erbij en we bekeken de beelden. 2 jaar later wordt hij weer geplaatst op de kerk waar hij hoort. Hij is opnieuw opgebouwd naast de kerk. En we volgen ook nog even in het digitale dagboek van Kees van Vliet de beelden. Vanaf het begin tot aan de realisatie, 8 november. Marcel, vandaag de eerste etappe van de toren. Ja, we hebben hem vandaag getransporteerd vanuit de loods naar hierheen. En we gaan dan beginnen met het opbouwen van de spits. Juist. Ja, het is prefab, dus het lijkt al alsof hij al bijna klaar is. Hè? Nou, dat heb ik ook steeds gezegd. We maken de puzzel in de loods. Ja. En de puzzel die is nou klaar en we gaan de puzzel nou weer in elkaar zetten. Juist. Dus er is al een hoop werk aan gebeurd. En wat voor mensen doen dit? Dit is een gespecialiseerd bedrijf die echt restauratietimmerwerken doet. Ja. Ik ben Kees de Hartog en ik was voorheen was ik de bouwkundige man van de kerk. Aha. Dus voor het onderhoud, et cetera. Juist. En dus u kijkt nu naar de nieuwe generatie van de Lawentiërs, hè? Ja, precies. Ja, ja. Bent u er nog bij betrokken? Nee, op geen enkele wijze. Nee hoor. Ik heb belangstellend en wat gegevens geleverd uit de oude situatie en zo. Juist. En verder ben ik er niet bij betrokken. Want hij weet dingen die andere mensen soms niet weten? Absoluut. Ja? Absoluut. Okay. Als hij straks geplaatst wordt, vermoedelijk 8 november, ja, dan moet het goed weer zijn, hè? Ja, alleen dat hebben we niet in de hand natuurlijk. Nee. Dus daar zou nog een kink in de kabel kunnen komen, want als het hard waait dan kan je zo'n truc niet uithalen. Nee, dat begrijp ik. Nee. Dat begrijp ik. Er is een verhaal van 10 augustus 1900 van het plaatsen van het kruis. Ja. Ik ga dat voor je opzoeken. Ja. Het is wel aardig om dat op dat moment bij de hand te hebben. Oké. Okay. Waar gaat dat verhaal over? Over het plaatsen van het kruis op 10 augustus op 1900. Hè, dus na de kerkdienst werd het kruis geplaatst. Ja. En toen was de gemeenschap erbij? Toen was de gemeenschap min of meer erbij. Maar het kruis werd dus niet met een kraan geplaatst, maar het kruis werd gemonteerd. Hè, met klinknagels en et cetera. Dat was toch niet op een zondag, hè? Ik denk dat het wel op een zondag was, ja. Oeh, die buitenkant wordt ook helemaal opgeknapt, hè? Ja, we gaan hem helemaal langs. We gaan hem even openmaken, moment toch. Waar staan wij nu, Marcel? We staan nu bij de onderkant van de spits waar die straks op gaat komen, zou ik maar zeggen. Als je die verbinding hier ziet, dit gaat straks passen op wat ze beneden aan het maken zijn. Dus die onderkant die past straks? Die gaat straks passen, ja. Kun je er nog hoger? Hier nog een trappetje, ja. Oké. Hierop wordt gewoon straks geplaatst, hè? Het is de noodkap, die hebben we neergelegd om de boel droog te houden na de brand. Ja. Dus het is gewoon een tijdelijke kap geweest en die gaat er straks af. En dan gaat de spits gaat er hier overheen. Juist. Dus het is gewoon een noodkap. Maar er moet ook nog een hoop werk gebeuren. Dan moet ook helemaal in de laaien gelegd worden en de bliksemafleider er weer op. En er zit nog een hoop werk aan. Oké. Dat ene puntje, wat we nog niet goed kunnen zien vanaf de grond. Dat is straks dat puntje wat helemaal in weer en wind heel moet blijven, Marcel. Hè? Die moet heel blijven, ja, maar die blijft ook wel heel hoog. En dit is het leiwerk, noemen we dat. Dit is het leiwerk, ja. Hoeveel leitjes zitten daarop? Ja, dat is moeilijk om te zeggen, maar ik denk rond de 10.000. 10.000? Ja, ongeveer. In totaal dan, hè? Ja. Dus hoe lang ben je hier nu al aan het tikken? We zijn 3 weken bezig nu. 3 weken? 3 weken, ja. En nog een week en dan is hij klaar, hè? Maar ik zie nog maar een klein stukje hier. Dat is toch veel minder werk? Ja, daar zit nog heel veel werk in. Het lijkt me heel weinig, maar het is nog veel werk. Gewoon, hè? Toch nog? Ja, toch nog. Ja. Waar komen al die lijntjes vandaan? Deze komen allemaal uit Spanje. Spanje? Spanje, ja. Het is een Spaanse lijn, ja. Oké. Okay. Ja. Dus, zo te horen is er weer met aan de hand geweest, maar ik zie hem ook, dus het zal goed zijn met de spitsen. Ja, zeker. Als ik tegeltjes snijd thuis, dan breken ze altijd. Ja, dat bij ons ook hoor. Oh ja, toch? Ja, zeker. Het ouderwetse handwerk. Ja, zeker. Het ouderwetse handwerk, ja. We nemen vooral met elke lijn nog wel een spijkertje. Dat we hoog zit, zal ik maar zeggen, naar de wind te kijken. Ja. Dus uit zo'n nagel om goed vast te zetten, stormlaken en zo. Ja. Want hier komt natuurlijk wel wat wind op te staan en weer. Ja, uiteraard, ja. Hoe hoger, hoe meer wind, hè? Dus je moet je goed vastzetten. Oké.
De punt. En die komt hier straks voor het eerst even op te staan, hè, om te kijken of het past. We gaan hem zo even één keer proberen, ja, en dan gaat hij heel gauw weer weg. Juist, niet verder vertellen. Nee, ik zeg niks. Want hoe groot is dat kruis, weet je dat? Ja, dat kruis is bij elkaar met de veren in de ring en de onderkant meten van een kleine 7 meter. Zo. Ik hoor wel weer een brandweerwagen, dat is wel weer opvallend, ja, hè? Ja, maar dat heeft, niks met ons te maken. Hoor. Gelukkig niet, nee. Hey, en die windfarm, daar meten we straks de wind mee ook tijdens het hijsen? Of is dat Nee, dan is die al weg, want als we gaan hijsen, is de stijger ook weg. Juist. En dus we gaan het voor het hijsen uit eerst van de verwachting even uit. Ja. Dan kijken we of het goed lijkt te gaan. Dan halen we, als het goed lijkt te gaan, halen we stijger eraf. Ja. Ja, en dan op het moment zelf, dan is die stijger weg en is de windmeter dus ook weg. Juist. Dit is gewoon degene... Ja, die erop stond. Joh, maar dat wist ik niet. Ik dacht dat er een nieuwe gemaakt moest worden, dat die oude helemaal stuk was. Aha. Er zit wat krom kleine dingetjes erop. Okay, dus deze heeft wel een smak gemaakt dus. Ja. Gerestaureerd, opgeknapt, rechtgebogen, gelacht, klaar voor de strijd op de punt van de spits. 200 jaar nog verder. 200 jaar? Ja. Dat gaat wel lukken. Er zit wel helemaal picobello, zeg maar. Ja. Ja, echt perfect. En de verlichting komt er nog op, hè? Ja, de kruisverlichting komt hier nog erop. Ja. Ja. Was hij erg beschadigd? Nee, ik heb niet echt gezien in het begin, zeg maar. We hebben hem wel verplaatst, zeg maar niet echt nagekeken, zeg maar. Er zit wel wat deukjes in, van dat klein dingetje, waar krom, weet je. Maar hij heeft ze gewoon allemaal recht getrokken. U heeft het kruis ingezegeld? Ja, ik ben dit de kruis. Pastoor. Ja. U bent de pastoor? Nou ja, ik ben de pastoor hier, ja. Ja. Dus het gaat weer kloppen als u dit ziet. Toen de nieuwe haan erop geplaatst werd, ja, ging ik met de hoogdinges naar boven toe. Ja. En ik heb het kruis ingezegend. Ja. Wat jammer dat het naar beneden kwam. Hè? Ja. Maar... Geweldig, maar dat het nu terugkomt. Thomas, ja? Jij maakt opnames van deze prachtige ontwikkelingen rondom het baken van Weesp. Hoe vind je dat kruis? Want herken je het? Ja, het is gewoon hetzelfde kruis. He? Ja, het baken, hè? Het baken van Weesp. Je kan hem vanaf de A1 zie je hem natuurlijk altijd. Ja. Ja, nu zien we een stompe toren. Ja, ja. En straks is hij weer compleet. Ja. Nee, maar ik ben er wel gelukkig mee, ja. Je bent nu weer blij? Ja, want het is natuurlijk spannend. Ik ben ook blij als hij erop staat. Want we zullen wel het huis op moeten. Dat hoorden we van de week van Kees al. Ja. Maar je blijft niet in je huis. Hè? Want nee, stel je voor. Hè? Stel je voor dat je omvalt. Dat wil niemand. Nee. En niet meer ongerust over de buurt? Nee, ik denk dat iedereen ermee blij is dat die toren erop staat. Ja, het hele project heb ik het ook over. Oh, het hele project. Nou, dat is geweldig. Ja. Ik ben er erg blij mee. Het is wel eens anders geweest, de spanning vroeger. Maar, ja, dat zijn de zenuwen, hè, van wat er gebeurt en zo en alles. En, ja. Nee, maar dit is allemaal goed gekomen. Gelukkig. Ja, nee, dat is perfect. Ja. Ik gok dat die past. Ik wel. Ja, ik ook. Ja, flesje wijn? Als hij niet past, flesje wijn. Oké. Okay. Als het past, flesje wijn. Oh, ja, hij draait het op. Als het past ook. Ja, ik denk het wel. Ja, dat is 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 wel. Ja,
drinken. Als je net een ladder kwam, dat is wel aardig. Ja, dat hebben we goed gedaan. Dat was helemaal niet gepast. Hey, dit zou, ja, dit zou de richting moeten zijn. Ja, de toren staat nu, hij staat nu zo zeg maar, als die komt naar boven gaat. Staat hij nu op waterpas? Altijd. De toren en de kruis. Ja, ook. Ja. Fles wijn, hè? Nee, dat weten we nog niet of die waterpas staat. Daar zien we het. Daar zien we het.